Maar ze hadden zoveel leuke dingen bij de kroeg. Zelf echt helemaal niet gewoon. We zijn twee uitersten van elkaar, uiteraard. Ik vind het bij mezelf echt te groot. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En vorige week is er geen weekvlog online gekomen. Omdat ik gewoon echt mega weinig had gedaan die week. Het was echt niet boeiend. En de dingen die ik deed waren met mensen die niet echt vaak in de vlog komen. Dus ik dacht, ik sla gewoon eventjes een beetje over. Maar deze week ga ik wel allemaal leuke dingen doen. Dus ik ga weer lekker vloggen deze week. Wij zitten in de auto. We gaan even naar de kwanten nu. Want ik had dus een TikTok gezien. Ik hou wel vast. Dat maakt niet. En daar hadden ze zo'n leuk zeepompje en tandenborstelbakje. En de housewives, als dat er zijn. Moet dat hebben? Kijk hoor. Kijk nou even. Dit is toch leuk? Dat past bij ons huis. Ja, helemaal pastel girly. Ja. Dus daar gaan we even kijken. En hopelijk heeft TikTok nog niet overgenomen en zijn we nog op tijd en hebben ze het nog. Nou, we gingen voor die boodschap of die zeepompjes. Maar ze hadden zoveel leuke dingen bij de kranten. Kijk, ik heb als eerst een hoeslager voor mijn nieuwe bed. Dat is niet heel leuk, maar heel handig. Dan, ik dacht maar dit schattige vaasje of kandelaar. Dan hebben we hier op de tafel hebben we zo'n plateauotje. Daar hebben we even nieuwe kaars voor. Dus we hebben deze. Ja, dat is heel leuk. En dan om daarbuiten zetten deze een beetje lichtrozige. En ik dacht maar nog een plateau voor je parfum en zo, toch? Ja. Dan hebben we nog een paar losse kaarsjes. Deze. Dan heb ik een hele leuke vaas. Kijk al deze kleuren inderdaad bij elkaar. Dan hebben we het zeepompje. Heel cute. Oh, nog een kaars. Een kleine gouden voor erbij. En dan hebben we nog dit bakje voor de tandenborsteltjes. En dit alles bij elkaar was 48 euro. Zijn wel een beetje gemat. Ja. En we hebben nog even bij de HEMA deze kaarsen gehaald. Kijk hoe leuk het allemaal bij elkaar is. Oké. Helemaal één. Ik zie er echt nog steeds zo verschrikkelijk uit. Maar er kwam dus net een heel leuk pakketje binnen van K-June. Daar mocht ik dus wat items uitzoeken. En die ga ik eventjes aan je laten zien. En ik had dus al gekeken. En er zat echt zo'n lief kaartje bij. Echt, ik weet niet. Gewoon heel lief persoonlijk kaartje of zo. Ik vind het echt heel erg leuk dat ze het erbij hebben gedaan. Kijk, het zit ook heel erg mooi ingepakt. Ik heb dus drie bodies uitgekozen. Ik heb nu ook een body aan. Ik vind dat gewoon zo lekker zitten. Gewoon onder een blazer, maar ook onder zo'n joggingspak. En zij hadden er echt heel erg veel. En deed me een beetje denken aan de Skims lookalike. Dus ik dacht, ik ga die uitkiezen. Allereerst heb ik deze. Het is een grijze, maar dan een beetje met zo'n vierkant halsje aan de bovenkant. Verder zit hij gewoon helemaal mooi strak. En het is dus een body, dus hij heeft dus een onderkantje. En ik heb eigenlijk alles in de maat XS. Dit is de eerste body. Hij zit echt heel erg mooi aangesloten. Toen ik hem net zag, dacht ik, oh, misschien gaat hij een beetje te groot zijn. Maar hij zit echt heel erg goed. En hij heeft dus ook twee laagjes. Want ik heb nu de buitenste laag vast en zit eronder nog een laagje. Dus ik heb er nu verder ook geen BH onder. Maar dat zou in principe ook niet hoeven eigenlijk. En hier op de hand heb je dan ook weer het logo staan. Dat vind ik echt heel erg mooi gedaan. Dan heb ik deze. Eigenlijk zo eentje die ik nu aan heb. Zeg maar gewoon echt zo'n bandje, zo'n hemdje. In deze kobaltblauwe kleur. Ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk voor de zomer. Het is nog echt lang geen zomer. Maar ik vond het wel echt een heel erg mooi kleurtje voor als je er wel bruiner bent. En deze heb ik ook in een XS. En kijk, aan de achterkant staat dus heel mooi K-June erop. Echt heel erg lekker stofje. Echt gewoon Skims eigenlijk. Maar dan voor veel goedkoper. Dan deze. Deze vind ik ook heel mooi. Ik vind dit gewoon heel mooi. Dat soort vierkant loopt. En dan van die dunne bandjes. En op je rug zit hij ook weer wat lager. En in de winter kan dit natuurlijk gewoon leuk met een blazertje of een jasje eroverheen. Maar in de zomer vind ik dit ook heel erg leuk als topje. En ook deze heeft weer twee van die laagjes. En dan heb ik er nog eentje in een hele mooie taupe kleur. Ik vond deze kleur echt heel mooi. En dat is ook dus weer gewoon met lange mouwen. Maar deze heeft dus een colletje aan de bovenkant. Dus een heel klein soort turtlenekje. En als laatste deze taupe kleur. Ik vind deze kleur zo mooi. Echt zo'n herfstkleurtje. En ook hier staat weer op de hand K-June. Heel mooi. En dat stofje voelt zo lekker. Ik heb dus ook een body van Skims. En dit
voelt gewoon echt precies hetzelfde. Alleen je betaalt gewoon een stuk minder. Het is echt nog best wel vroeg buiten. En het is zo koud. Dit raam staat ook open. Logisch dat het koud is. Het is 8:15. En Stan moet altijd op dinsdag heel erg vroeg werken. Dus dan sta ik eigenlijk altijd tegelijkertijd met hem op. Wat ik op zich wel heel erg chill vind. Want dan ja, blijf ik toch gewoon een beetje dat ritme houden. Maar ik zou vandaag eigenlijk met Melanie afspreken. Maar ik heb er net een appje gestuurd dat ik toch ga afzeggen. Want ik moet gewoon nog best wel veel doen voor samenwerking. En ik krijg er gewoon een beetje stress van. Ik moet een video opnemen. Ik was jullie verhaal aan het vertellen totdat mijn camera besloot om uit te vallen. Maar ik ga even mijn make-up doen. Dagmar en ik hebben gisteren trouwens ook nog bij de HEMA deze mandjes gehad. Want we hebben hier altijd onder de tafel onze make-up staan. Maar het zag er zo rommelig uit. Dus we hebben nu allebei ons eigen mandje waar we onze make-up tas in hebben. Maar ik weet dus echt niet meer waar ik was gebleven. Want die camera die viel opeens uit. Maar ik had dus eigenlijk vandaag met Melanie afgesproken om naar Rotterdam te gaan. En dan zou ik morgen wat zelf gewoon thuis wat content voor samenwerkingen gaan maken. En Naked Shoplog filmen. Alleen nu is morgen een beetje mijn planning veranderd. Want ik had jullie volgens mij laatst ook al verteld, dacht ik. Of niet? Ik weet het eigenlijk eventjes niet. Dat ik bij Maria haar vriend langs ging voor een eventuele baan. Dat gesprek is best wel goed gegaan. En morgen ga ik dus met hem een dagje, niet echt meelopen, maar hij gaat me wat cursussen uitleggen en laten zien. En dan krijg ik licenties op mijn laptop, zodat ik daarmee aan de slag kan. En dat is eigenlijk best wel last minute, dus ja, en dat is wel iets wat voor nu voor mij eventjes voorgaat. En ik moet ook gewoon allemaal samenwerking afmaken, dus dat moest ik eigenlijk wel een beetje verplaatsen naar vandaag. Dus vandaar dat ik dat heb afgezegd. Ik ga nu eventjes mijn make-up doen, want ik moet een foto maken voor mijn jewelry. En die ga ik hier gewoon thuis maken. Maar eigenlijk wil ik dus een selfie maken, want het moet een beetje van dichtbij zijn met sieraden. Dus dan is een selfie gewoon het makkelijkste eigenlijk. Of het mooiste waar je de sieraden op ziet. Maar ik ben zo mega slecht in selfies maken, dus dat gaat nog leuk worden. En dan ga ik straks ook gelijk even wat TikToks opnemen. En ik moet dus een video voor Naked filmen. Of althans, ik wil een video voor Naked filmen. Het hoeft eigenlijk helemaal geen aparte video te zijn. Maar omdat ik natuurlijk vorige week geen weekvlog heb geplaatst, vind ik dat wel het leukste. Dus ja. En ik wil eigenlijk ook nog even sporten vandaag. Dus ik heb een keer geappt of ze kan. Want ik vind sporten met z'n tweeën gewoon leuker dan in mijn eentje. Dat eigenlijk dus planning is iets anders dan ik gedacht had van te horen. En ik had eigenlijk ook wel even zin om naar Rotterdam te gaan om ook even een fotootje te maken en zo. Maar goed, ik ga donderdag met Roos afspreken. En dan gaan we ook foto's maken. Dus dat komt gelukkig wel goed. Want ik moet ook nog eventjes een paar foto's maken voor samenwerking buiten. Je merkt dan echt dat het dan Black Friday wordt. En dat heel veel bedrijven dan willen samenwerken. Wat natuurlijk alleen maar heel erg leuk is. Maar ik krijg er ook altijd wel een beetje stress van ofzo. Want je wilt gewoon leuke mooie content maken, maar het regent tegenwoordig meer in Nederland dan dat het droog is. Dus dat is ook wel een beetje ruk, maar goed. Ik ga nu gewoon mijn jewelry foto hier binnen maken. Met een statiefje. En dan moet dat denk ik ook wel lukken, want we hebben achter in onze slaapkamer, of Dagmar vooral, in haar slaapkamer, hebben we best wel mooi licht altijd. Dus let's hope for the best. Oké, ik heb de items voor mijn jewelry heb ik aan en in. Deze oorbellen. Heel leuk. Echt party. En dit topje. Ik hoop dat de foto's gaan lukken. Want ik voel mezelf echt helemaal niet gewoon. Maar ik moet toch echt vandaag die foto inleveren en plaatsen. Dus het zal wel moeten. Ik ga er wat van maken. Proberen. Oké, ik heb de content voor mijn jewelry af. Zoals ik al zei, ik ben echt zo niet goed in selfies. Dus ik heb gewoon mijn camera neergezet, een filmpje gemaakt en er een screenshot van gemaakt. Dus het is nu deze foto geworden. Ik hoop echt met heel mijn hart dat ze hem goedkeuren. En dan heb ik ook 3 stories. Deze. Een filmpje. En dan nog deze. Dus ik heb ze nu opgestuurd
En dan krijg ik het zo te horen, denk ik, als het goed is. Ik ga nu eventjes snel sporten met Keer. Het is nu 11:30. Au, deze schoenen zitten niet echt lekker. En als ik ook daar ben met sporten, ga ik eventjes een TikTok opnemen voor Kate June. En een video filmen voor Naked. En dan wil ik die eigenlijk ook gelijk bewerken. Maar dan kan ik die morgen online zetten. En ik weet niet of ik dat al had laten zien, maar ik heb dus deze nieuwe fles ook gekregen van Cabau. Ik heb net ook weer zo'n proteïnereep op. Die zijn echt zo lekker. Het smaakt echt letterlijk naar een sneaker. Maar ze hebben nu dus ook een nieuwe kleur fles. En ik heb ook voor jullie een kortingscode. Want met de code FLEUR15 krijg je nu tot en met 20 november. Oh, als jullie deze week vlog zien is dat afgelopen. Maar goed, zou je 15% korting krijgen. Maar hou me Instagram vooral eventjes in de gaten en volg me daar ook op. Want daar deel ik de kortingscode natuurlijk altijd veel sneller dan in mijn weekvlog. Dus dan is die ook langer geldig. En ik denk dat er binnenkort nog wel een leuke kortingscode aan zit te komen. Maar goed, ik ga wachten tot Keer er is en dan gaan wij lekker sporten. Terug van sporten. Dat ging eigenlijk echt heel erg goed. We zijn best wel lang geweest. En Keer is dus ook helemaal fan van Cabau. En we hadden allebei dezelfde fles mee. Althans, ik had de blauwe en ze had de roze mee. Kinda cute, maar goed. Ik ga denk ik heel eventjes naar de Albert Heijn om even wat te eten te halen. Even een lunch maken. En dan ga ik daarna de Naked video filmen, denk ik. Eens is het donker. Echt vreselijk. Het is, hoe laat? 16:30 en het is gewoon al donker. Maar goed, er komt opeens wel een heel erg leuk pakketje binnen. Ik weet niet wat er is, maar het is van Shop Atelier. En ik vind zijn pakketjes altijd leuk. Dus er zal iets leuks in zitten. Een heel lief kaartje. Het is de nieuwe Holiday Special wat ze hebben opgestuurd. Even maken. Ik heb nu ook een hoesje van Shop Atelier eromheen zitten, maar het wordt een beetje vies. Oeh, dit is heel leuk. Dit is een doorzichtig hoesje. Met glittertjes erop. Ik weet niet of je het goed kunt zien op camera. En dan zit er ook weer een koordje bij. Oh, die is ook enig. Oh, dit vind ik heel erg leuk. Heel schattig. Ik denk dat ik deze gelijk eromheen ga doen. En wat die nieuwe Shop Atelier hoesjes dus ook hebben, is dat ze nu een soort van bumperrandje eraan hebben zitten. Nou, ik vind het helemaal leuk. Fotootje erachter. Heel chill, heel blij mee. Ik heb net even lekker boodschappen gedaan om avondeten te maken voor vanavond. Dag maar die eet bij de ouders. Ik ga lekker wraps met kip eten. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Maar ik ga nu eerst even verder met die Naked Shop luchten bewerken. Zodat die morgen online kan. En dan heb ik alles voor samenwerkingen wat ik vandaag moest doen af. Dus dat is wel heel erg chill. Dan heb ik iets minder stress. Ik heb me net helemaal klaar gemaakt. En ik ga zo meteen even wat foto's maken met Rosa. Want we hebben allebei even een fotootje nodig. En dan gaan we even lekker winkeltjes kijken en zo. Maar er is een heel erg leuk pakketje binnengekomen. En deze keer niet voor mezelf, maar die heb ik voor mijn moeder uitgekozen. Ik kreeg namelijk weer een mailtje voor een samenwerking met zonnebrillen.com. En ik heb denk ik echt al een stuk of 10 zonnebrillen van hun. Allemaal super mooie, leuke zonnebrillen. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ik weet dat mijn moeder zonnebrillen ook heel erg leuk vindt. Dus ik heb er haar eentje laten uitzoeken. Die ga ik even eentje laten zien. Ik vind hem zelf ook echt heel erg mooi. Volgens mij een van de nieuwste van Prada. Hij zit hierin. Ik denk dat ik er echt heel blij mee gaat zijn. Ik ga morgen even langs. En dan ga ik hem aan haar geven. Dit is het doosje. Het is heel mooi. Kijk, het is een iets grotere bril. Maar mijn moeder die draagt eigenlijk altijd wel wat grotere brillen. En dan aan de zijkant is die een beetje met soort,
Ik noem dat soort panterprint. Ik zal zelf ook eventjes opzetten. Kunnen jullie het wel even zien? Kijk, ik vind het bij mezelf echt te groot. Maar mijn moeder die draagt altijd zulke grote brillen. Dus ja, dan is het wel heel vet. Ik vind hem ook wel echt heel gaaf. Alleen ik vind hem voor mijn hoofd gewoon net even iets te groot. Maar hij is wel heel erg mooi. Dus die ga ik morgen aan haar geven. Ik ga hem eventjes snel verder klaarmaken. En dan stap ik de scooter op. En dan ga ik richting de stad. We gaan gewoon eventjes lekker in Den Haag. Lekker makkelijk en dichtbij. Ik heb 3 outfits bij me. Ik moet er eventjes 3 op de foto zetten. En eentje vind ik echt zo leuk. Dus met mijn nieuwe naked jas. Ik dacht dan met deze trui en dan deze muts op. Ik zag het helemaal voor me. Ik vind het helemaal leuk. Dus dat gaan we eventjes doen. En ik heb dus weer nieuwe Uggs uitgekozen bij Omoda. Ik had weer shoppingtegoed gekregen. En ik weet nog eventjes niet wat ik met de rest van het geld ga bestellen. Maar ik zag deze Uggs en ik dacht, ja, die moet ik gewoon hebben. Ik vind deze echt heel erg leuk. En ik had ze dus eigenlijk in een maatje 36 besteld. Omdat ik van mijn andere Tasman Uggs ook 36 heb. Maar deze lijken wel ietsjes kleiner te vallen. Dus ik heb deze nu in een 37 opnieuw besteld. Ik denk dat dat gewoon komt door het bond. Dat ze gewoon wat strakker zitten. Maar dat zijn dus deze. Die ga ik ook lekker aandoen vandaag. Lekker geen koude voetjes. Helemaal lekker. En dan ga ik eventjes mijn laatste spullenpak om mee te nemen. En dan richting Den Haag. Wij zijn in de stad. En we hebben onze foto's al gemaakt. Even vergeten te filmen. En ik moet me nu eventjes midden op straat gaan omkleden. Zal ik die trui hier overheen doen? Dan heb ik het wel extra warm. Ja, dat is misschien wel lekker. Dat is wel lekker. Dat dit niet weer te warm wordt, maar... Waarom zit er nou weer vol? Heb jij al gegeten? Nee. Zullen we zo eten? Ja. Yes! Dit kan toch wel? Dat zie je alleen dit. Ja, maar ja. Joli. Joli poli. Jolo. Bye. Zullen we even onze outfits laten zien? Ja. We zijn 2 uitersten van elkaar, uiteraard. As always. En mijn nieuwe schoenen. Ze zijn zo lekker zacht. Ik vind ze echt Love leuk. Them. Thank you. Oké, okay, wij gaan nu... Een vlogje doen, Dali. Ja, wij gaan lekker eten. Nee, we zitten lekker te lunchen met Jamie Bennett. Maar we hebben wel een beetje gekke brotten gekregen. Ja, er zitten opeens allemaal mandarijnen en lenden bij. En dat vind ik helemaal niet lekker. Net zoals chocola met sinaasappel. Dat is een combinatie, dat hoort gewoon niet. Nee. Maar dit was ook nooit hoor. Nee, het was altijd met zo'n tomaten panade, ja. Toch? Ja, lekker was het. Nou, de friet in ieder geval zijn zo lekker. Bon appetit. Dit is heel erg warm. Dit eraf schrapen. Ja, sorry hoor. We willen gewoon simpel, we hoeven niet al dat gekke. Het is vandaag maandag en ik weet eventjes niet meer zo goed wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Ik heb sowieso afgelopen weekend helemaal niks gefilmd. Maar deze week is een beetje raar of zo. Er is iemand in de familie waar het niet heel erg goed mee gaat. Dus ik ben eigenlijk vooral meer daarmee bezig. Ik ben daar veel. Dus vandaar dat het vloggen een beetje daaraan onderdoor gaat. Maar goed, ik had wel nog een heel erg leuk pakketje van Look Fantastic gekregen. En ook voor jullie een kortingscode. Want ze doen natuurlijk ook mee aan Black Friday. Dus die wil ik wel graag eventjes met jullie delen. Ik ben net ook mijn nagels wezen doen. Ik vind ze echt zo leuk geworden. Ik kon dus niet kiezen tussen bruine hartjes of witte hartjes. Dus we hebben het gewoon allebei gedaan. Maar goed, ik heb dus weer wat dingen uitgekozen bij Look Fantastic. En eigenlijk is alles voornamelijk haar. En ik had ook een parfum uitgekozen voor Stan, maar die heb ik al aan hem gegeven. Dus die kan ik helaas niet meer laten zien. Maar dat is ook echt een tip voor de feestdagen. Ze hebben dus ook allemaal mannenparfum die je nu dus daar ook kan kopen. Ik ga even beginnen met iets wat ik echt heerlijk vind. En ik heb deze al in een ander kleurtje. Maar dat is het lipmasker van Laneige. En ik heb deze dus ook al toen bij Look Fantastic in het paars gekozen. Maar dit is helemaal de viral kleur die er rondgaat op TikTok. Dus deze wil ik ook nog heel graag. Maar ik ga hem nog wel eventjes dicht laten. Want ik wil eerst gewoon even die paars opmaken. Maar kijk even hoe satisfying het eruit ziet. En het ruikt zo lekker. Dit is in de geur berry en fruit. Rood fruit volgens mij. Dus dat is het eerste wat ik bij Look Fantastic heb uitgekozen. Dan wat dingetjes voor mijn haar. Als allereerst dit kitje.
We Better Together. En dit is de detox shampoo en een leave-in. En die waren bij mij allebei op. Dus dit pakketje was echt super handig. Kwam heel erg goed van pas. Dit is natuurlijk ook heel erg leuk om met feestdagen zo'n pakketje te geven. Je hebt van dit merk dus ook allemaal minis. Dus dat is ook leuk om daar zelf een pakketje van te maken. Maar dit pakketje kwam mij erg goed uit. Want ik had ze allebei nodig. Dus die. Dan eventjes een nieuwe shampoo en conditioner. Deze van Olaplex. Ik ben weer helemaal teruggestapt eigenlijk op Olaplex. Omdat ik merk dat mijn haar daar gewoon best wel goed op reageert. Dus ik dacht, weet je, ik heb het vroeger heel lang gebruikt. Toen ben ik er een tijdje mee gestopt. Want er werd toen gezegd door mensen van, ja, je haar wordt er dunner door. Maar eigenlijk sinds ik ermee ben gestopt is mijn haar juist slechter geworden. Dus ik dacht, ik ga het weer gewoon terug oppakken. Dus daar heb ik eventjes een nieuw voorraadje van. Dan had ik ook weer een nieuwe scalp scrub nodig. Want die van mij was echt bijna op. Dus ik heb weer... Oh, dit ruikt zo mega lekker. Deze besteld van Y. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar deze kun je dus en voor je lichaam gebruiken en voor je hoofdhuid. En die verpakking is echt al geweldig. Maar dit merk heeft echt zulke goede dingen. En het ruikt ook echt heel erg lekker. Dus dit is echt een aanrader. Eigenlijk alles wat ik tot nu toe heb laten zien, zijn echt wel een beetje all-time favorites van mij. Deze producten. Die heb ik allemaal een keer eerder gehad. Of die heb ik nog steeds. En die vind ik allemaal echt heel erg fijn. Dus als je nou nog op zoek ben naar goede haardingen, zou ik echt deze dingetjes aanraden. En dan heb ik 3 dingetjes die nieuw zijn. Allereerst dit serum. Deze scalp serum van Kerastase. Daar hoorde ik ook zoveel goede verhalen over. En ze hadden hem dus bij Look Fantastic. Dus ik dacht dat ik wel heel erg leuk om uit te proberen. Dus dat is deze. Ik heb hem nog niet heel erg vaak gebruikt. Dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen. Maar ik hoorde dus van andere mensen wel echt hele goede verhalen over. En dit moet je dus gewoon aanbrengen op je hoofdhuid. Dus deze. En Kerastase vind ik ook altijd een heel erg goed en fijn merk. Dus ik denk dat ik deze ook heel erg fijn ga vinden. Dan heb ik een leave-in masker. Omdat, ook hier heb ik weer heel veel goede dingen over gehoord op TikTok. En ik ben zo makkelijk beïnvloedbaar als om haarproducten en dingen gaat. Dus deze wil ik ook heel erg graag uitproberen. De L'Oreal Absolute Repair Moleculaire. Heel erg benieuwd naar. Ik heb hem nu 1 keertje gebruikt. Maar ik weet niet of je na 1 keer al kan zeggen of je iets fijn vindt. Dus ik moet hem nog eventjes wat vaker gebruiken. Maar ik heb hier echt hele positieve dingen over gehoord. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dan als laatste iets wat niet voor mijn haar is. Want eigenlijk alles wat hier ligt is voor mijn haar. Dat is van Caudalie. Ik weet niet zo goed hoe ik het uitspreek. Maar ik zie dit merk dus ook best wel vaak voorbij komen bij mensen. En dit is een vitamine C serum voor op je gezicht. Ik had er eentje van L'Oreal. Die vond ik ook heel erg fijn, maar die was op. En toen dacht ik, laat ik een keer een andere proberen. Toen zag ik dus deze bij Look Fantastic. En daar was ik heel erg benieuwd naar. Dus deze heb ik nu een paar keer gebruikt. En tot nu toe vind ik hem heel erg fijn. Ik krijg er geen pukkeltjes van of dingen. En ze hebben nu een hele korting bij Look Fantastic. Ze hebben daar altijd wel echt hele goede kortingen. Maar nu met Black Friday kan je dus tot 50% korting krijgen over de hele website. En met mijn code FLEURLF krijg je nog eens 11% extra korting over die 50% korting heen. Dus dat is natuurlijk super veel korting. En ja, zoals ik net al zei, zijn dit echt wel een beetje mijn all-time favorite producten. Vooral Olaplex, dat gebruik ik echt al super lang. En als je deze lippenbalsem nog niet hebt geprobeerd, moet je deze echt proberen. Want deze is echt heerlijk. Maar goed. En wat ook alvast een tip is natuurlijk. Score alvast lekker je kerstcadeautje bij Look Fantastic. Ze hebben zo super veel parfum, maar ze hebben ook allemaal cadeauboxen. Wat heel erg leuk is om te geven. En nu met korting nog leuker om te halen natuurlijk. Ik zal eventjes het linkje van Look Fantastic in de beschrijving zetten. En ook eventjes mijn kortingscode erbij. Dan kunnen jullie die nog makkelijk vinden. Ik ga vandaag verder eigenlijk niet zo heel veel doen. Ik ben dus voor mijn nagels geweest. Ik wilde eigenlijk mijn kamer opruimen, maar daar heb ik echt even geen zin in. Dat ga ik morgen wel doen, denk ik. Volgende week komt dus mijn nieuwe bed. Waar ik heel erg blij mee ben, eindelijk. Maar dat is pas volgende week, helaas. Maar goed, ik ga zo denk ik even lekker douchen, mijn haar wassen. Want dat heb ik ook al een tijdje niet gedaan. En dat is wel echt even nodig. Ik had dus afgelopen weekend niet heel erg veel gefilmd. Omdat mijn hoofd daar niet helemaal naar stond. Maar ik vind het toch wel heel erg leuk om gewoon voor jullie een vlog te uploaden. Dus sorry als deze vlog iets meer shoplog is dan mijn dagelijks leven. Maar dat komt gewoon omdat er en heel veel pakketjes zijn binnengekomen. Door natuurlijk Black Friday. En omdat ik buiten de deur gewoon even wat andere dingen te doen had.